Hallo allemaal, ik ben Natasja en ik heb er net echt heerlijk van het zonnetje genoten. Het is vandaag echt een hele warme zonnige dag. En het was echt heerlijk knitten in het zonnetje. Ik hoop dat jullie dit ook hebben gedaan. Dat bij jullie ook allemaal mooi weer is. Diegenen die hier naar kijken, dat jullie ook van de zon hebben kunnen genieten vandaag. Nu, gisteren heb ik nog een persoonlijke reading aangekregen van een YouTube-kanaal van een vrouw uit Nederland. En alles wat zij daarin vertelde, dat klopte echt helemaal. Ik herkende mezelf daar heel erg goed in. Ze dus kreeg heel sterk door dat er veel Keltische invloed in mij zit. Dat klopt ook. Ik heb een heel sterke link met de Kelten. Ik heb het in het leven nooit meegekregen van mijn ouders of zo. Dus volgens mij is dit echt wel iets uit een vorig leven dat in mij is blijven zitten. Dus ook aartsengel Gabriel en tovenaar Merlijn kwamen naar voren. Dat ik deze twee, dat die ook een heel sterke link met mij hebben. En dat ik hun twee ook altijd om hulp mag vragen. Dus dat is altijd mogelijk voor mij. Mijn energie voelde heel erg vreugdevol aan, vertelde ze me ook, maar ook heel erg kwetsbaar. En dat klopt ook wel. Ik heb een heel erg vreugdevolle energie, maar ik ben ook wel iemand die heel erg emotioneel kan zijn en ook heel verdrietig kan zijn en mij ook wel snel geraakt kan voelen. Dus ik heb zowel het vreugdevolle als het kwetsbare heel sterk in mij zitten. Ja, dan de sterke verbinding met de natuur kwam nog eens naar voren en met de kleur groen. Zoals dat jullie ook wel kunnen zien, zijn de muren hier lichtgroen geverfd op de achterkant. Dus ik ben heel graag in de natuur. Ik ben heel erg, ik voel me heel erg aangetrokken tot de kleur groen. Ik heb zelfs in mijn eigen aura ook al kunnen zien dat ik een lichtgroene kleur in mijn auraveld heb. Dus dat kan ik soms zien, niet altijd, soms wel. Maar als ik het zie, dan zie ik bij mezelf toch altijd wel groen in mijn aura zitten, lichtgroen. Dus ja, dat vind ik ook een heel mooie kleur. Ik voel me echt er heel erg aangetrokken door. En ik ben nu van plan, ik heb nu een nieuwe kristal op het oog, mosagaat noemt het kristal. Dat is ook een groen kristal. En ik heb echt een prachtige kristallen schedel op het internet gezien, in een webshop ergens, van mosorgaat samen met werkkristal. En die leek mij zo te roepen. Dus ik ben van plan, ik moet nu wel nog wachten tot eind april, voor ik weer terug geld heb om iets te kunnen bestellen. Maar als ik dan het geld binnen heb, ben ik echt wel van plan dus dat kristal met mosorgaat te bestellen. Als deze nog niet weg is natuurlijk, als deze er nog op de webshop staat, dan zal ik deze dus gaan bestellen. Want dat riep mij echt wel, ik voelde mij heel erg aangetrokken door deze kristallenschelen met mosorgaat. Dus ja, daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar, van wat het mij ook allemaal gaat brengen. Oké, dit wil ik vandaag heel graag met jullie delen. Dus ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond. Heel veel liefs van mij en tot de volgende keer.